deze doet het ook prima. Goedemorgen! Goedemorgen! Het is vandaag vrijdag. Yes. Barbecue thuis. Want het wordt weer hartstikke lekker weer. Dus het zou zonde zijn als we. Ik ga nu even lekker sporten eerst. Dan douchen, wakker worden. En ik moet nog wat pakketjes versturen. Even kijken wat de dag brengt. In ieder geval even goede boodschappen doen. Want dit hebben we ook al heel lang niet gedaan. Oh ja, en dit zijn mijn tanden geworden. Gisteren had ik dus mijn tanden gebleekt. Ik voel niks. Geen gevoeligheid of wat dan ook. Dus, maar ja, ik zie ook niet zo heel veel. Dus misschien dat ik het nog een keertje doe. Maar dan doe ik dat pas weer over een week of zo. Oh ja, en wat ik ook nog helemaal vergeet te zeggen. Zoveel ben ik er dus mee bezig. Ik had vanochtend dus een positieve ovulatietest. Dus dat wil betekenen dat, ja... Bart en ik vandaag en morgen even flink aan de slag moeten. Dus. Zo, en dit is mijn middageten van vandaag. En de broodjes zijn warm. En dat is zo lekker. Ja, je eten bedoel ik. Zeker. Nou, ik ben eventjes de pakketjes aan het inpakken. En die gaan straks naar het postkantoor. En dan heb ik weer twee bestellingetjes verwerkt. Trouwens, ik vond net een foto van toen ik zwanger was van Yola. En dit is niet zo'n hele erge van op het einde. Deze is, toen was ik 5 maanden zwanger. Schattig hè. Ik ben dus echt vooral, denk ik, in die laatste periode het dikst geworden. Want hier viel het nog best mee. Je ziet wel echt een enorm ander gezicht. Oh, ik vind dit echt de mooiste periode. Ik vind dit echt de mooiste buik. Op een gegeven moment, als hij echt helemaal op zijn einde zit, dan vind ik het echt niet fijn meer en ook niet mooi meer. Maar wanneer je echt zo'n 5 maanden buikje hebt, dat vind ik echt... Oh, ik wil zo graag! Bijvoorbeeld Agnes, dus it's so fluffy gonna die. It's so fluffy I'm gonna die! Dit is ook leuk. It's so fluffy! Ergens zin in? Nee, ik wil dit niet. Zo kijk je altijd als je het leuk vindt om iets te vertellen. Of als je een geintje uit gaat halen. Als ik een geintje uit ga. Ik ga geen geintje uit aan. Maar wat ik dus wilde vertellen is, ik heb dus vanochtend de Clear Blue ovulatietest positief gehad. En toen dacht ik net, waarom niet even ook die goedkope van de Action erbij pakken en proberen. Gewoon zomaar even midden op de dag. En die is ook hartstikke positief. Duidelijk een tweede streepje. Dus voortaan koop ik geen dure Clear Blue meer. Want deze doet het ook prima. Tja, en kreeg ik ook nog een comment van iemand die zei dat volgens haar gynaecoloog was Clear Blue niet zo heel erg goed. Maar goed, ik vond het vooral gewoon prettig om een smiletje te krijgen in plaats van een streepje. Maar nu is het streepje wel vrij duidelijk, dus kan ik gewoon dat aanhouden voortaan. Nou, we zitten in de auto en we gaan eventjes boodschap doen voor onze barbecue. En we hebben een slangetje nodig, wat hierbij hoort, anders kunnen we niet barbecuen. En we moeten speciaal naar de Deen. Nou, Yola, leg jij maar even uit waarom wij helemaal van de Albert Heijn naar de Deen moeten lopen. Ik wil namelijk meer kaartjes. Ja, we willen, Bart wil graag laden bij de Albert Heijn. Boek gisteren gekregen en ik wil er heel veel plaatjes zijn. Ja. Komt-ie. Bring that ass back like a boom, 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 boom. En we hebben nog niet eens afgerekend, hè? En dit heeft ze allemaal al gekregen. Oh. Weg voor jou. Wat een geluk. Nee. Wat een geluk. Nee. Krijg voor mij snoepie. Krijg voor mij lolly. Jij hebt geen boek. Ik heb ook een boek voor de geide. Nee. Als je mij die geet, geef mij mijn lolly. Nee. Hallo. In één pakketje zitten er 2 verschillende. Oh, dus dat kan sowieso niet. Nee. Nou, we laten Bart achter. Kijk, mijn bril zit er nu bij, hè? Oh. Oké. Mama, jij mag deze kaart doen. Deze is al vol. Daar leggen we die vol zijn. Oh, ik kreeg van een hele lieve mevrouw en van onszelf. Ja. Test 2. Alsjeblieft. Ja, maar Bart heeft het ook al getest. Ik ben heel benieuwd hoe je hem vindt. Lekker. Super, super lekker? Nee.
Oh, wel heerlijk. Nee. Kabak. Niet super lekker. Wil je deze proeven? Die en dan? Nog lekkerder. Oh, lekker. Geintje. Ah. Waar zijn mijn slipper? Yay! Het was een heerlijk dagje. We hebben lekker gebarbecued. Lekker van het weer genoten. En we zitten nu nog even lekker na te borrelen. Met de 7-Up Mojito. Met de 7-Up, want we moeten straks nog aan de slag. Met inderdaad. Die ovulatie. Elsjemand. Jezus zeg joh. Wel bij het kampje. Met Joris. Oh nee, we doen dat doen we wel zonder Joris. Dat doen we wel zonder Joris. We doen ook wel eens iets zonder Joris. Ja, Joris zit er weer bij. Nou, later. Dat denk ik.